We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldig is voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. In de avond kunnen op enkele plaatsen nog perioden met lichte regenbuien boven het kustgebied voorkomen. Naar het zuiden toe in het binnenland komen perioden met lichte tot matige buien voor, mogelijk met onweer en windstoten. De buien nemen af naarmate de avond vordert. Aan het eind van de nacht ontwikkelt er plaatselijk nevel of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen in de ochtend en middag treden in plaatselijk lichte tot soms matige regenbuien op, die mogelijk gepaard gaan met windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat het morgen af en toe wat winderig kan worden met soms enkele windstoten, vooral langs